Marianne Smits, vertelt u zelf maar wat er hier te doen valt vandaag. Ja, wat hier te doen valt is dat mensen kennis kunnen maken met mij. Omdat ik een bedrijf ben gestart in rouwverwerking, begeleiding van mensen bij verlies en rouw. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen kennis kunnen maken met degene die dat geeft. Omdat het een heel belangrijke voorwaarde is dat het klikt. Denk ik, ja, dan natuurlijk komt het voor dat er dan ook meerdere mensen zijn. En nou ja, de ervaring is dat er dan ook gesprekken op gang komen. Ik ga ook niet een heel verhaal houden, hè, van dit ben ik en dit heb ik te bieden. Maar we hebben het wel over wat er is gebeurd. Dat gaat vanzelf. En ik zeg daar altijd bij van, je hoeft niet meer te vertellen dan je kwijt wil. Uiteraard, dat spreekt vanzelf. Schamen mensen zich daar ook voor? Komt dat voor? Ja. Zo van, goh, ik ben niet sterk genoeg, hè? En dat wordt dan als zwak ervaren. En dan, ja, zwakte lijkt krachteloos. Maar om die te laten zien, dat probeer ik dan, hè, onder de aandacht te brengen. Daar is juist kracht voor nodig. Hè, dat je andere mensen nodig hebt. Dat je het niet alleen kan. Dat je het niet alleen hoeft. Dat het niet alleen hoeft. Vooral dat. Ja, kan zo eenzaam maken. Je mag vaak niet eens verdrietig zijn. Nee. Van jezelf. Nee, precies. Van jezelf. Vaak zijn mensen nog strenger voor zichzelf dan de omgeving. Ja. En de omgeving heeft, denk ik, meer te bieden dan je denkt. Alleen je moet het wel, ja, je moet daar zelf toch een rol in spelen. Je kunt niet passief op de bank blijven zitten. Want zo werkt het niet in het leven. En wat nog een grotere rol speelt, is dat mensen vaak over veel meer kracht beschikken dan ze zelf dan weten. En het mooie vind ik om dat dan toch te kunnen aanraken en daar samen in verder te komen. Het gaat erom dat het allemaal weer gaat stromen. Dat je gevoel gaat stromen, dat er weer energie vrij kan komen om je leven weer op te pakken. Hoe moeilijk dat ook is. Soms gaat het in het begin maar 10 minuutjes goed op één dag. Heb je thee gezet? Goh, ik heb zin in een kopje thee. Oh jee, dan voel ik me schuldig, want ik had lol in iets te doen. Mag eigenlijk helemaal niet. Nou, dat soort dingen. En daar hebben we het dan ook over. Daarna gaat het een uur goed. Gaat heel langzaam. En dan val je weer terug. Dan denk je, oh. En dan. Maar dan val je niet terug. Alleen het is zeg maar 2 stappen vooruit en 1 stap terug. Hè? Maar dat voelt dan van, oh jee, het komt nooit meer goed. Hoe moet ik verder zonder die ander? Die wanhoop. Ja, die zal blijven terugkomen, alleen met grotere tussenpozen. Er staat ook geen tijd voor. Nee, niet echt. Nee. Maar reken me eerder op jaren dan op maanden.